Pierre, Waregem, KRC, dit wordt een hele belangrijke wedstrijd. Ja, we hebben dat ook gevraagd aan de spelers, dat ze nog even die finale uit de kop laten. Want de belangen zijn nog heel groot in de play-offs. En als we in de running willen blijven voor een plaats in de top 3, dan zouden we niet mogen verliezen op Zulte en hopelijk winnen. Dus daarom gaat al de aandacht naar die match. Ja. KRC blijft duidelijk wedden op 2 paarden. Ja, ik vind als je 4 punten achter hebt met nog 4 matchen, dan is het te vroeg voor te zeggen, we gaan alles op de beker gooien. Dus onze volle aandacht gaat morgenavond zijn ja, op Zulte. 1-9, merk je dat dan het vertrouwen op trainingen en zo? Nee, want de trainingen zijn zelfs heel goed, op een hoog niveau. Alleen dat vertaalt zich niet in het weekend en dat is een beetje spijtig. Hè? We hebben over tijd minder goede matchen gespeeld met punten gewin. Nu is het omgekeerd. Maar het zijn nog 4 matchen plus de beker, dus we kunnen nog een heel mooi slot breien aan dit fantastische seizoen. Ja. Nu voor die wedstrijd in Waregem zijn jullie wel wat gehandicapt eigenlijk, hè? Ja, dus Chimanga is geschorst en dan vallen toch 2 spelers uit, Simais en Gorjes. Maar het is nu aan de andere jongens die dus altijd ongeduldig op de bank zitten voor zich te laten zien, ja. Ja, die hebben nu de kans. Ja, en ook iedereen wil er volgende week bij zijn in Brussel. En ik denk dat de motivatie niet van ons moet komen. Dat de speler op zijn eigen al gemotiveerd is morgen. Pierre, het is duidelijk dat we nog niet over de bekerfinale moeten spreken. Mario Been deed dat ook niet. Maar je kan niet wegcijferen dat deze wedstrijd in Waregem toch ook wel belangrijk is met het oog op de bekerfinale. Tuurlijk, ik denk als wij een goed resultaat behalen morgen, dat dat zich vertaalt naar volgende week donderdag. En dan gaan ze met een goed gevoel de bus in. En dan weten ze dat ze ook nog in de running zijn voor play-off 1. Dus een goed resultaat met een prestatie die goed is, zal alleen maar aan vertrouwen doen toenemen. Ja. Wat is uw eigen persoonlijke gevoel, Pierre, bij die play-offs als je kijkt naar de stand van zaken? Ja, dat wij nog veel in handen hebben. Dus als we nog binnenkort die 2 thuismatchen krijgen en je werkt die goed af, dan denk ik dat wij nog hoog kunnen eindigen. Als dat op het einde van de rit plaats 1, 2 of 3 is, dat zou schitterend zijn en daar moeten we voor gaan. Ja, als je kijkt naar de huidige stand van zaken, is Anderlecht dan de grote verliezer tot nu toe in die play-offs? Ja, als je de start ziet met die voorsprong en dan op dit moment is het een beetje... Ja, beneden pijl voor Anderlecht, maar ze hebben het zelf ook in handen als ze een match winnen tegen Standaard. Dus voor hen is de druk ook enorm groot en ja, je weet, in Anderlecht geen prijs pakken, dat komt ook zwaar aan. Zij komen ook nog naar Genk. Voilà, en Standaard ook, dus ik zeg, we hebben hier nog mooie vooruitzichten. Ja. Pierre, tenslotte, hoe wordt de dag van morgen vrijdag ingevuld? Gelijk normaal, dus we gaan voor de middag al vertrekken naar Zaventem. Daar pakken we onze rust in het hotel, wat we normaal gewoon zijn. Spelers krijgen dan 3-tal uurtjes rust op de kamer. Dan hebben we om 5:30 de sportmaaltijd en dan rijden we door naar Waregem. En dan hopelijk met een prima resultaat terugkomen. Voilà, kijk, als wij niet verliezen en moest je daar de 3 punten kunnen pakken waar we voor moeten gaan, dan ja, dat geeft een enorme boost naar volgende week toe. Wij helpen duimpje. Oké, fijn.